In de serie van de Nik Collection verder met verscherpen. Verscherpen in de Nik Collection kan met Sharpener Pro 3. En je ziet in mijn menu dat ik daarin twee opties heb. Ik heb de Raw Pre-Sharpener en de Output Sharpener. Ik klik allereerst even op de Raw Pre-Sharpener. En wat dat doet, dat is eigenlijk als je de foto in RAW gemaakt hebt en net hebt geopend, dan kun je een heel klein beetje verscherping toepassen voordat je verder gaat met andere bewerkingen. Persoonlijk is het iets wat ik eigenlijk toch wel een beetje af wil raden. Ik vind dat je verscherpen aan het einde van je proces moet doen, omdat je echt pixels eh, eigenlijk stuk gaat maken. Als je nu gaat verscherpen. En je gaat daarna nog bijvoorbeeld aan contrasten werken, dan ga je eigenlijk je verscherping nog een keer beïnvloeden. En daarom wil je het eigenlijk pas aan het einde doen. Maar je zou bijvoorbeeld een heel klein beetje scherpte toe kunnen voegen, als je dat wil. Nogmaals, ik raad het je niet aan. Gebruik dit gewoon lekker niet en verscherp pas aan het einde. Dat doe je namelijk met Output Sharpener. En als je dat hebt geopend, dan krijg je de volgende interface. Om het nog even heel snel door te lopen: je hebt bovenin verschillende opties van weergave. Wat je nu ziet is de foto en als we verscherpingen gaan maken, dan zullen we ze ook meteen zien. Maar je hebt ook nog de optie om een gesplitst voorbeeld te maken. Er komt een rode streep doorheen en die streep kun je dan verplaatsen. En dan heb je rechts van de streep je verscherpte beeld en links van de streep je onverscherpte beeld. En je hebt een dubbele weergave: links de onverscherpte, rechts de verscherpte. En bovenin staan nog een aantal tools: het pijltje. Om selecties te maken en de zoomtool om in te zoomen. En je ziet dat beide foto's dan meteen ingezoomd raken en een handje om te verplaatsen. Ik kies in dit geval even voor het gesplitste voorbeeld. En ik zet de splitsing gewoon netjes in het midden. Je ziet dan een vrij aardig verschil. Links is onverscherpt, rechts is verscherpt met de standaard voorinstelling waarmee het komt. Die instellingen die heb je aan de rechterkant staan. En het begint eigenlijk met uitvoer scherper maken. Daar heb je uh, de optie in met weergave, zoals die nu staat. Maar daar zit een klein pijltje naast. En als je daarop klikt, dan krijg je verschillende opties: weergave, inkjet, continue toon, halftint en hybride apparaat. Ik ga ze gewoon even heel snel met je doorlopen. Waarmee ik met weergave als laatste begin. Ik begin namelijk gewoon met inkjet. En dat is om te printen. En je ziet dat er eigenlijk gewoon al iets verandert in mijn scherpte. Allereerst, als je gaat printen, dan moet je rekening houden met de kijkafstand. Hou je de foto in de hand, kortom, maak je een afdruk van uh, 10 bij 13 bijvoorbeeld voor je vakantiefoto's. Of ga je een hele grote foto van 3 bij 3 meter afdrukken voor thuis aan de muur? Dat zijn verschillende dingen, want uh, je wilt natuurlijk gewoon als iets heel groot wordt afgedrukt, uh, niet loeischerp, omdat je namelijk wat verder weg kijkt. Kijkafstand, dan heb je een aantal opties. Tot 60 centimeter voor als je het in de hand hebt. En 3 meter plus en de dingen daarboven. Dan heb je daarna nog wat verschillende opties die je kunt kiezen qua papier. Canvas heeft bijvoorbeeld qua structuur een hele grove structuur. Dus misschien wil je daarin eigenlijk wel gewoon meer verscherpen. dan dat je zou doen bij een glanzend vel papier. En je ziet bij glanzend, dan heb ik een verscherping. Maar als ik klik op canvas, dan is hij net een tikkeltje scherper. En dan ook nog de printerresolutie, want dat telt ook mee. Um, je printer legt een aantal druppeltjes inkt neer per inch en dat kunnen er uh, weinig zijn, zoals in dit geval 1200 bij 600, of je kunt een hele dure ingewikkelde printer hebben met een hele hoge resolutie. Nou, en dan is de verdeling is fijner, dus dan wordt de scherpte ook automatisch wat minder als je dat kiest, omdat het sowieso qua resolutie al scherper oogt. Dan heb je daarna nog uh, continue toon. Dat gaat eigenlijk ook over printen. Maar dan eigenlijk meer voor een methode die werkt op een printlaboratorium. Een, een printlab of een vaklab. Hier wederom kijkafstand en ook gewoon de printerresolutie. In principe uh, zijn dit dingen die gebeuren op een vaklab. Bij een printlab zelf. Dus ja, ik zou hier ook niet zo snel aankomen. En dan heb je nog halftoon. Dat komt meer uit de drukwereld. Wederom een kijkafstand. En een type papier waarbij krantenpapier voor meer scherpte zorgt dan voor hoog glans. Gewoon omdat krantenpapier gewoon veel meer van inferieure kwaliteit is. En ook hier kun je een printresolutie kiezen. En dit werkt dan met LPI, lijntjes per inch. Omdat het in een half tint gedrukt wordt. En daaronder een hybride apparaat. En dat is eigenlijk een, een mix tussen de laatste uh, uh, drie. De printer, de continue toon en de half toon. En daar alleen de optie voor kijkafstand. Maar ik ga het hebben over weergave. En weergave gaat eigenlijk over alle versies van weergave. Niet alleen het scherm van je computer, maar ook uh, je telefoon of je tablet waar je op kijkt. En je hebt daar maar één optie: adaptief scherper maken. En als je hem helemaal open zet, dan zie je dat ik behoorlijk wat verscherping krijg. Als ik bijvoorbeeld eens naar het haar ga, dan zie je goed wat het verschil is. En zet je hem op 0. Dan gebeurt er natuurlijk niet zoveel. Nou, hier wil je op zich een vrij aardige basis in. En 30% is een mooi uitgangspunt. Je ziet dat er eh, toch wel behoorlijk wat toename van scherpte is. Maar het is nog niet over de top, zoals dit. Terug naar 30%. Daaronder heb je een ander menu. Creatief scherper maken en daarmee ga je eigenlijk de manier van verscherpen bepalen. Je hebt de sterkte van uitvoer scherper maken. Nou, adaptief scherper maken, dat zit in het menu uitvoer scherper maken. En je kunt hieronder dus de sterkte daarvan bepalen. Je kunt zeggen van nou, ik laat het op 100% staan en ik maak dit uh, 60%. Of je kunt zeggen van nou ik laat dit rond de 30 staan en ik verhoog dit gewoon naar 200. Heeft het hetzelfde effect. Waarom ze het zo hebben gedaan, durf ik niet echt helemaal te zeggen. Um, ik laat deze meestal gewoon op 100% staan, omdat dit weinig zin heeft. Daaronder heb je structuur. En de structuur kijkt naar uh, verschillen. Kijkt eigenlijk een beetje naar de effe vlakken. En dan gaat het op zoek naar de fijne lijntjes erin. Als ik bijvoorbeeld kijk richting het haar. En ik zou nou de structuur helemaal omhoog gooien. Dan zie je wat er in dat haar gebeurt. En op de huid ook. Terwijl het eigenlijk in de ogen, ja, daar is het ook zeker aan de hand, maar daar is het effect niet zo groot als dat er bijvoorbeeld in de haar of op het huid is. Daaronder lokaal contrast. Lokaal contrast kijkt eigenlijk meer naar de verschillen tussen bijvoorbeeld de huid en de wenkbrauwen of de, de wangen en de ogen. En gaat juist die, die gebieden van verschil extra verscherpen. En daaronder heb je focus. Als je dat open zet, krijg je ook nog een vorm van verscherping. Maar minder dan bij lokaal contrast. En als je hem naar beneden zet, krijg je eigenlijk gewoon meer een vervaging. En ik wil die laatste drie eigenlijk nog gewoon even op 100% doornemen. Als ik bijvoorbeeld structuur helemaal open zet, dan zie je dat mijn huid eigenlijk gewoon zeer lelijk wordt. Zou je nu de verzadiging verlagen, dan kun je misschien een, een tof effect krijgen uh, op een hele snelle manier. Maar eigenlijk voor een normale foto is dit uh, uh, op zijn plats gezegd. Dit is geen poren. Lokaal contrast doet dat eigenlijk alweer gewoon een stukje beleefder. Nu staat het lokaal contrast helemaal open en je ziet dat al die vlekken die bij structuur ontstaan, en dan praat ik bijvoorbeeld over vlekken zoals hier of hier, of in de voorhoofd. Die heb je bij lokaal contrast niet. En dat is op zich toch wel fijn. Wat moet je nu eigenlijk kiezen als je gaat verscherpen? Nou, daar is standaard geen uh, vaste waarde voor te geven, want dat hangt van heel veel verschillende dingen af. Deze foto is gemaakt met mijn uh, Canon 5D Mark II destijds. Die heeft een resolutie van iets meer dan 20 megapixel. En tegenwoordig heb ik een Canon 5DS die, die werkt met 50 megapixel. En dat levert dus hele andere foto's op. De scherpte bij mijn 5DS is vele malen beter dan bij mijn 5D Mark II. Dus ik zou in dat geval juist tegenwoordig minder verscherping toevoegen. Hoeven te passen dan bij deze foto? Overigens, nog voor verscherpen doe dat altijd gewoon op 100 dat, dat is het betrouwbaarst. Wat een aardige waarde is om te beginnen met adaptief scherper maken: 30 Ik pak nog even die lijn ertussen voor het verschil. En sterkte uitvoer zou je nog een klein beetje kunnen boosten, werk net iets preciezer als dat je hier adaptief scherper maakt. Want 109 minus 100 is 9 en dat delen door 2 is 4,5. Nou, ik kan hierboven geen 4,5 meer erbij zetten. En lokaal ga ik vaak ook gewoon een heel klein beetje, maar dat gaat echt tot uh, maximaal 10%. En niet veel hoger. Op zich vind ik dit wel een aardige verscherping. Als ik bijvoorbeeld de lijn even helemaal naar rechts sleep, nou, dan heb ik nou geen verscherpte foto. En als ik hem helemaal naar links sleep, dan is het allemaal verscherpt. Ik vind dit op zich wel een aardige optie. Ik zoom nog even uit, want ik heb nog een paar opties meer. Nou, je hebt natuurlijk hier gewoon ook de mogelijkheid van controlepunten. Ik zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de ogen op een andere manier te verscherpen zodat ze er nog iets harder uitkomen. Dat kun je doen met controlepunten. Er is al een filmpje over controlepunten, dus ik zou zeggen: klik hierboven even op de link als je dat wil bekijken. Maar je ziet naast controlepunten nog een klein vinkje staan. En als je daarop klikt, dan zie je het woord kleur bereiken. En dat wordt op zich wel interessant. Daar staan standaard drie kleuren: rood, oranje en euh, blauw. En je kunt met die kleuren nog een klein beetje spelen. Er staat ook een pipetje naast. Nou, als ik bijvoorbeeld het pipetje aanklik en ik klik bijvoorbeeld ergens op de lippen, dan zie je mijn kleur rood veranderen naar euh, ongeveer ja, wat de lippen gemiddeld is. Helaas kun je niet zeggen van nou, kijk, euh, kijk rond in dit gebied. En als ik nou inzoom en ik zou bijvoorbeeld de sterkte uitvoer scherper maken. Van die kleur zachter zetten, dan zie je dat eigenlijk in mijn rood minder verscherping wordt toegepast. Er, er gebeurt nog steeds iets hoor, dat, dat wel. Maar het is in ieder geval al minder dan wanneer ik het bijvoorbeeld helemaal zou boosten. Dan zie je echt een groot verschil in de lippen. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer om het rood, het gaat eigenlijk meer om de rest eromheen. Want als je eens kijkt naar de huid, dit is zonder verscherping en dit is met. En als ik nou bijvoorbeeld de sterkte uitvoer helemaal terugbreng, dan zie je before en after. Maar dat het in mijn huid eigenlijk weinig effect heeft. Het is meer van toepassing op de lippen, omdat die die rode kleur hebben, dan mijn huid. Natuurlijk zit er rood in die huid, dus het zal een klein beetje invloed hebben. Maar stel dat je deze foto bijvoorbeeld had gemaakt tegen, uh, tegen een groene achtergrond. En dat daar misschien wat, wat stofdeeltjes, of, of als je op ISO 400 hebt gezeten of 800, dat daar wat ruis in zat. Dan zou je bijvoorbeeld hier de kleur groen kunnen kiezen van je achtergrond. En zeggen van nou, dat hoef je niet mee te verscherpen. En op die manier ga je dus ook geen ruis mee verscherpen. Je kunt heel selectief, en dat is best wel grappig van deze software bepaalde kleuren dus gewoon niet mee verscherpen. Tot zover Sharpner Pro 3 van de Nick Collection. Uh, nog even in een notendop: verscherpen. Kijk altijd op 100% en doe het pas als laatste stap in je foto. Omdat verscherpen gewoon een heleboel kapot maakt in je foto. En dat wil je niet halverwege doen. Dat wil je gewoon aan het einde doen. Dankjewel en doei doei.